Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik jullie spreken over verschillende producten die in de wintermaanden gegeven worden. Dus ik krijg heel vaak de vraag van klanten welke producten moet ik tijdens de wintermaanden aan mijn duiven geven. Eerst als de duiven niet ziek worden of geen ziekte vastgesteld wordt bij onderzoek, blijf ik zoveel mogelijk van medicijnen af tijdens de wintermaanden. En hier zijn vier producten die ik tijdens deze rustige periode van de winter geef. Eerste product is pH Control. pH Control is een combinatie van organische zuren. Dat heeft een hele goede werking op het water, op het drinkwater, als soort desinfectiemiddel, ontsmettingmiddel. Dus dat heeft een preventieve werking tegen trichomonas, ook tegen bepaalde bacteriën en schimmels. Dit product wordt enkel via het water toegediend, 5 ml op 1 liter water. Dat heeft een preventieve werking dus op parasieten, onder andere trichomonas. Dus ik zie in de praktijk elke dag klanten komen die duiven brengen voor onderzoek. En waar we geen trichomonas vaststellen, dat zijn duiven die meestal al maanden geen medicijn hebben gehad. En in dit geval, heel vaak geven de klanten pH-controle. Dus als duiven trichomonas zouden hebben, moeten ze eerst behandeld worden. Dat is geen medicijn, dit product. Dus die moeten eerst behandeld worden om terug zuiver gezet te worden. En daarna mogen jullie dan pH-controle beginnen toe te dienen als met een preventieve actie. Dus klanten die dat heel regelmatig gebruiken, starten met duiven die zuiver zijn, hebben meestal geen last van trichomonas. Dit product mag wel niet met medicijnen gecombineerd worden, aangezien dat het zuren zijn. Het tweede product is Dostoregano Vloeibaar. Dat is een heel hoog geconcentreerde product op basis van oregano. Oregano is een soort natuurlijk antibiotica. De concentratie is zo hoog dat we maar 1 ml op 3 liter water moeten toedienen. Dit product is dus op basis van oregano, die een werking heeft op de darmen, meer als dus natuurlijke antibiotica. Maar ook die oregano is gecombineerd met essentiële olie. Die essentiële olie hebben een werking op de luchtwegen, ook preventief. Dus dit product wordt ook dagelijks via het water toegediend. Het derde product is Ropadeno. Ropadeno is een water in feite die behandeld wordt op basis van elektrolyse. Dus dan, dit product is een ontsmettingmiddel voor het water met een werking tegen bacteriën, virussen, schimmels enzovoort. Dat heeft een werking op het water zelf, maar ook bij de duiven. Op de darmen heeft het een positieve effect op darmwerking. Vierde product is toliamine. Toliamine Fort is een all-in-one product op basis van aminozuren, heel hoog gedoseerd dus in aminozuren, elektrolyten, vitamine en mineralen. Tijdens de wintermaanden doe ik wel toliamine bij de andere drie producten, maar ik doe het maar 2 dagen per week, dat is voldoende. Deze 3 producten geef ik wel dagelijks of 4 à 5 dagen per week is al voldoende. Dus deze werken op de natuurlijke gezondheid van de duiven. Hier dat zijn dus aminozuren die 2 dagen per week aan toegevoegd worden. Tijdens de kweekperiode mogen deze producten ook gegeven worden. Die zijn alleen maar natuurlijk positief voor de ontwikkeling van de jonge duiven en om de jonge duiven gezond te houden. Die 3 producten ook 4 à 5 dagen per week bij de kweekduiven toedienen. Maar dan geef ik toliamine ook dagelijks bij voor de ontwikkeling van de jonge duiven. Als dit product dagelijks gegeven wordt, dan geef ik maar 5 ml per liter van. Voor de jonge duiven na het spenen, deze combinatie wordt ook aangeraden en ook dan dagelijks toliamine aan toevoegen, 5 ml op 1 liter. Dus zoals ik straks zei, die 3 producten mogen wel met medicijnen gecombineerd worden, tijdens eventueel een behandeling, maar pH-controle niet samen met medicijnen toevoegen. Dat was het voor vandaag. Hebben jullie nog meer vragen over deze product of over andere producten?
Jullie mogen altijd een e-mail sturen naar info@schroedertolizaan.com of onze internetsite bezoeken www.schroedertolizaan.com. Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en het belangrijkste, blijf allemaal gezond. Dank u wel, tot de volgende keer.